hier bij Frans Blij. Je bent kunstschilder in Schiedam. Je zit op je zolder en je maakt hier stillevens. In Schiedam ben je eigenlijk helemaal niet bekend, hè? Hoe komt dat? Nee, dat klopt. Ik zoek het niet zo erg in Schiedam. Ik zoek het meer over de grenzen, zeg maar. Ja. Is er in Schiedam of Nederland niet zo geïnteresseerd in stillevens? Mijn indruk sinds dat ik dus bezig ben met de kunst, valt het tegen. Ja. Heeft men daar meer oog voor in het buitenland? Ik heb de indruk van wel, maar het is nog even aftasten, zeg maar. Ja. Welke landen ben je zo al geweest? Want ik heb precies hier een hele lijst. Ja, je bent er in heel veel galeries in de wereld geweest. Welke landen? Ik heb ze onder andere in Curaçao gehangen, Amerika, Frankrijk, België. New York ook, Amerika? Ja, New York. Hoe was dat daar? Was dat leuk? Nou, daar ben ik zelf niet geweest. Dat is dan via een agent geweest, zeg maar. En die heb dat dus daar die op die beurs deelgenomen, zeg maar. Vandaar dat je daar gehangen. Heb je daar wat verkocht in New York? Nee, helaas niet. Oké. Curaçao wel, maar in Amerika is het niet gelukt. Frankrijk zeker wel? Nee. Frankrijk, daar heb ik de indruk dat ik te duur ben. Althans voor de galerie waar ik dus gehangen heb. Ja. Maar je zegt, Nederland lukt het niet erg. Frankrijk heb je ook nog niets verkocht. Amerika ook niet. Dan zou je zeggen, het buitenland loopt toch ook niet helemaal lekker? Nee, maar dat bedoel ik. Het is aftasten. Ja. Je moet het gaan proberen over de grenzen. Want, hoe lang ben je dit aan het proberen? Kortom, hoe lang ben jij nou kunstenaar? Ik ben echt dat ik intensief bezig ben sinds 1995. Wat deed je hiervoor? Huisschilder. Oké, dus je was huisschilder? Ja. En vandaar ook dat je dat gevoel voor ambacht hebt? Ja, je hebt dus de blokwitters ingeruimd voor perceeltjes. Ja. Je hebt eigenlijk, het klinkt wel een beetje flauw, maar je hebt eigenlijk helemaal niet het voorkomen van een traditionele kunstenaar. Ik bedoel, je loopt niet met een moderne blauwe of groene bril. Nee, wat ik bedoel? Nee, ja, goed. Een realist is daar ook het type niet voor, denk ik. Nee, een realist is een ambachtsman. Een realist, dat is echt het fijne schilderwerk, zeg maar. Op de vierkante millimeter schilderen. En wie zijn jouw voorbeelden hierin? Echt voorbeelden heb ik niet. Ik ben gewoon dus op een gegeven moment mijn eigen gang gegaan. Dan heb ik mijn eigen weg gevonden. En dat blijf ik volgen. Ja. Je hebt al heel veel schilderijen gemaakt, hè? Want ik zie hier in je rommelhok, noem ik het even. Best dat een en ander zie ik daar staan. Ja. Wat staat er allemaal? Er staat van alles. Het globaal genomen dus het stilleven gebeuren. Maar ik heb ook nog nodig aan abstracte staan en surrealistisch werk en zo. Ja. Wat ik dus tussendoor heb gedaan. Portretten heb je ook gemaakt, hè? Ja. Ik zie hier een, het lijkt wel een Zuid-Amerikaanse koffieboer. Maar misschien is het wel een Surinamer, ik weet het niet. Wat is dat? Ja, het is een Surinamer. Zover ik mij nog kan herinneren, hoor. Het is zo lang geleden dat ik die gemaakt heb. Dus. Ja, dat doe je dan van een foto? Ja. Nou, dan hebben we hier een landschap gegeven. Ja. Een landschap gegeven waar ik dus jaren geleden mee bezig ben geweest. En dus de molens, nou ja, goed, als Schiedam, dan ben je zelf al een beetje met molens bezig, zeg maar. En dit is dan weer een inspiratiebron van een fietstochtje, zeg maar. Dus de torens op de Marconiplein. Dus ja, dan als aardig geitje dus dan een stier die dus als het ware het beeld uit komt lopen. En dus dan krijg je dus in zijn tonaliteit krijg je dus een surrealistisch gegeven, zeg maar. Oeh. Wat vraag je nou voor een schilderij? Als je zegt dat aan de weg timmeren, daar moet je van leven. Je moet daar je brood mee verdienen. Daar ben ik een beetje benieuwd naar. De prijzen die variëren dan zo een beetje, bij wijze van spreken, van 800 tot zeg maar 5.500, zeg maar. Oké. In die richting. Ja. En de Nederlandse galerie is daar toch minder geïnteresseerd in. Behalve, in Schiedam zit er één, hè? In Schiedam, bij Artipico. Ja, die ziet daar wat in. Ja, die heb ik dus nu al sinds een jaar of drie heeft hij werk van mij constant. En het is best zwaar, hè? Je hebt een beetje lekkage hier in je atelier. Ja, het Hollandse weer, hè? Veel water. Het is deze dagen verschrikkelijk. Ja, kan je zeggen. Ja. Nu is kunstenaar zijn een beetje eenzaam bestaan. Je zit hier op een zolder en het is slecht weer, het regent, het is winter, het lekt een beetje. De hele dag ben je hier bezig, ben je daar niet, word je daar geen kluizenaar van? In het begin had ik dat wel, zeg maar, toen ik pas begon met schilderen. Ja. Toen zat ik dus dagen achtereen zat ik op het atelier. Maar sinds de laatste jaren heb ik daar echt dus veranderingen in gebracht. Door heel vaak op die fiets te stappen. Oké, je fietst dus. Ja. Krijg je daar dan inspiratie van op de fiets? Nee, op de fiets krijg ik geen inspiratie. Inspiratie haal ik dus echt
uit het werken. Dus tijdens de schildersessies, dat ik dus bezig ben, komen bij mij dus echt hele nieuwe ideeën komen bovendrijven. Dus een beetje omgedraaide wereld. Ja, zo kan je het stellen, zeg maar. Want de meeste mensen krijgen op de fiets inspiratie, maar jij, als jij op de fiets bent, heb je de inspiratie uit je kunst. Nou, het enige wat ik dus voordeel heb met fietsen is dat ik daar makkelijker fiets, omdat ik dus weer nieuwe ideeën heb opgedaan voordat ik op die fiets stap, bij wijze van spreken. En wat gaat er allemaal in je hoofd om met dat schilderen? Tijdens dat schilderen, heb je een radio aan? Ben je bezig om de radio te luisteren? Meestal ben ik dus heel geconcentreerd gewoon bezig. Dus ja, en als het dan echt heel lekker gaat, dus als je echt goed in het werk zit, om het zo maar even te noemen, dan gaat het dus als het ware in die bovenkamer, gaan er dus allerlei gedachten borrelen. Gaat er dan om in je hoofd? Nou, dan krijg je dus de nieuwe ideeën voor je volgende schilderijen komen dan als het ware bovendrijven. En dus als het ware, ja, je zou het een soort van meditatie kunnen noemen, bij wijze van spreken. Want je bent op de millimeter bezig met je perceel, je ogen zijn erop gericht. Ja. Ik kan toch weinig voorstellingen van maken wat er dan gebeurt in het hoofd. Ja, maar dat is in feite ook niet te verklaren, bij wijze van spreken. Het is gewoon van, je bent dus in je werk, zeg maar. Dus je bent als het ware leeg in je hoofd. En daar komt dan dus allerlei nieuwe ideeën bovendrijven. Ja, dat is iets wat je haast niet kan verklaren, zeg maar. Het gebeurt je. Want ik zie bijvoorbeeld een tinnen kannetje. Als je daarmee bezig bent, denk je dan aan de tingieter van een eeuw geleden? Nee, ik zeg, dan heb je juist geen gedachten. Tijdens goede schildersessies heb je geen gedachten. Ja. Ook als je een tomaat schildert, denk je niet aan de kassen in het Westland? Nee, daar heb ik geen boodschap aan. Frans, wat zijn nou jouw allerbeste lopende soort schilderijtjes? Het allerbeste momenteel, dat zijn kastjes, zeg maar. Ja. Maar als je er dus voor staat, dan is het net of dat je echt in een diepe kast staat te kijken. Terwijl het paneeltje maar 12 millimeter dik is. En er staan al die prachtige attributen uitgestald. Ja, en daar staan dus al de nodige attributen in. De ene keer speelgoed, de andere keer huishoudelijk. Het is maar net hoe de pet staat, zeg maar. Nou, zeg je, in Schiedam ben je niet zo bekend. Maar er zijn vast Schiedammers die toch jouw werk zouden willen zien. Waar kunnen ze dat zien? Mijn werk is constant in stok bij Galerie Artypico. Ja. En er zijn dus ook nodige Schiedammers die dus al enkele werken gekocht hebben bij Artypico. Goed, gaan we daar kijken. Oké. En ik heb hier eentje, dat vind ik zelf ook wel een snoepje. Het is van toch die eenvoud, zeg maar, wat ik dan af en toe ook nastreef. Dat vind ik dan heel interessant, dat het niet te vol is. Maar dat toch die eenvoud, dat die spreekt, zeg maar. Ja, ik zeg, in het oude tinnen zoutvaatje, dat is ook prachtig om te schilderen natuurlijk. Nou hadden we het dus over inspiraties tijdens schildersessies. En dan krijg je dus dit, bij wijze van spreken. Dat is het trompe-l'œil gebeuren, zeg maar. Dus bedrogen ogen noemen ze dat dan in het Nederlands. En dat is dus weer een hele andere bedoeling, zeg maar, als het stil leven gebeuren. Want het is net alsof het kastje open staat, hè? Ja, ik heb dus mensen gehad, die was echt even helemaal de weg kwijt, zeg maar. Omdat ze dus dat deurtje open zag staan en dacht ook echt dat het deurtje open stond. En toen zag ze dus de zijkant. Ja, toen was ze ineens even helemaal de weg kwijt. Van, hoe ken dat nou, zei ze. Kijk, en dat is het leuke van het trompe-l'œil gebeuren.